Welcome to the International Converge Newsroom, ICN, a European program where we will be investigating issues from both sides of the channel. My name is Gideon and I'm from Utrecht, the Netherlands. And I'm Rami from Manchester, England. With the world as connected as ever, we'll find out if we really are that far apart on issues such as homelessness, renewable energy and the art of protesting. Packages filmed in Manchester and Utrecht, we'll be asking if we really need more walls, more protests and more cyclists. Cycling is ingrained in the lifestyle and culture in the Netherlands. We ask what's keeping people off their bikes in the UK, or is cycling becoming more mainstream? Simone cycles to college every day. She is one of the many students who do this, even though the Dutch government gives them free public transportation. Ik fiets 25 minuten naar school. Eigenlijk vind ik het best wel fijn om gewoon 's ochtends vroeg op de fiets te zitten. En zo'n fietstochtje is toch best wel goed wakker worden, vooral voor een tentamen. Kun je gewoon lekker op tijd vertrekken, geen last van vertragingen, van bussen of wat dan ook. En dan ben je gewoon meteen wakker, dus dan zit je wakker in de les. In Manchester, this is entirely different. There the students mostly take the bus to uni, just like Katie. So you rely on the buses quite a lot? Yeah, definitely rely on the buses. It's just easier, convenient with all the view and stuff. Like carrying this stuff into you is just not feasible on a bike. Nou, Nederland is van oudsher al fietsersland. Dat hebben ze in het buitenland veel minder. En wat je in het buitenland veel meer ziet, denk ik, is dat steden echt gewoon veel groter geworden zijn in oppervlak. In Nederland zijn we redelijk compact blijven bouwen. Steden zijn redelijk compact en dat maakt dat de fiets eigenlijk een heel aantrekkelijk vervoermiddel is. Cycling isn't just very healthy, it's also eco-friendly, like windmills, which you will find in both Manchester and Utrecht. Manchester and Utrecht strive to be green cities. Utrecht aims to be climate neutral by 2040, Manchester by 2050. Ja, dat willen wij niet alleen, dat wil de provincie Utrecht ook. En daar willen we voor zorgen door echt alle hens aan dek te zetten. En in te zetten op heel veel energiebesparing, want dan hoef je ook minder duurzaam op te wekken. En politici, bestuurders, beslissers uit te dagen om ook echt stappen te zetten om over te gaan op duurzame energie. Dus vooral wethouders, colleges, maar ook gemeenteraden, die moeten vaak de kaders bepalen waarbinnen dingen kunnen. Om die ook echt aan te spreken om stappen te zetten. And I was clear that I couldn't support it because I saw the risks to our geology, to our groundwater, to our green spaces. The political will seems to be there in both cities. So yes, I think it would be possible to make these changes. What it really needs, first of all, is political will. So having our leaders make the right choices and put investment in the right place. And also it needs support from the people of Manchester. And I think we've seen, if you ask people about climate change, people want to take action and really want to do something about it. Maybe don't quite know what they can do. So there's something there about education and support for people to give them the information they need to take action. Have you seen the UK's attempt to get more people into cycling? We wanted to find out if this would help reduce childhood obesity in the UK. According to Public Health England, nearly 20% of 10 to 11 year olds are now obese. Can cycling help end this unhealthy epidemic? We sent our reporters to find out. Niet ieder kind krijgt iedere ochtend zo'n bakje fruit. Er is de afgelopen tijd een toename in het aantal kinderen met overgewicht. Het is een steeds groter wordend probleem. Een behoorlijk aantal kinderen in Utrecht en omstreken hebben overgewicht. En ook de mate van overgewicht wordt steeds erger eigenlijk. Ook in Manchester zijn veel kinderen te dik.
Childhood overweight and obesity figures have increased in the last 20 years considerably, with 20% of 10 to 11 year olds being obese and about 34% altogether being overweight or obese. And more worryingly, 4 to 5 year olds are 20% being overweight or obese. Als de kinderen niet op jonge leeftijd leren om gezond te eten, kan dit voor veel problemen zorgen. Op de lange termijn is het eigenlijk zo dat het hart- en vaatziekten veroorzaakt en dat kinderen dan een vergrote kans hebben op diabetes. En wat je vaak ziet op de korte termijn is dat kinderen sociaal, emotioneel. That's all we have time for. Thanks for watching ICN. And as we say in the Netherlands, tot ziens. As we say in Manchester, see you later.